Yo, 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 yes, 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 eindelijk. What's up, you guys? Er gaat niks boven een goede zomerperiode in een zomervlog. Bij mijn favoriete hotel. Dit is ondertussen mijn derde overnachting en mijn derde vlog in Hotel Limbouw. Ik ben hier voor 2 dagen en 1 overnachting. Vandaag ga ik me eens chillen en genieten van het hotel. En morgen in het park. En ik neem jullie weer gezellig mee. Oké, tegenover de vorige keer dat ik hier was, was ik hier bij de winterperiode, wintertrouw. En ik heb me voor de allereerste keer gezwommen in het zwembad. Maar het zwembad is niet meer origineel. Het was vorig jaar al vernieuwd. Het zwembad, de wellness en de spa. De vorige keer dat ik hier was, vorig jaar, oké, ze waren nog niet bezig met de verbouwing, gelukkig. Maar ik heb er toch wel echt wel een goede redenen op. Het genot voor een overnachting en een goed zwembad. En zo te zien heb ik deze hele tuin voor mij alleen. Laten we eens een kijkje nemen bij het vernieuwde zwembad. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Oh, wel, ik ook. Let's go. Zalig die rust. De meeste gasten en de bezoekers zijn allemaal in het park. En ik heb deze achtertuin helemaal voor mij alleen. Zalig. Zal die muziek. Je kunt er volop genieten. Ik ben wel een beetje jaloers eigenlijk op de medewerkers die hier werken. Ze hebben de ideale job hier. Ze kunnen elke dag van hun job genieten. Zeker van de mensen die eigenlijk bij de hoofdingang van het park zijn. En dit is ook nieuw. Deze naam mag rotsen. Allee, het ziet er wel namaak uit, dat wel. Maar het is wel heel mooi aangepast. Je kunt er gewoon zo tussendoor wandelen. En ik zie hier een apart padje. Die ik ook voor de eerste keer zie. We zijn hier bij de gong. En hier is aangeduid met de regels en de uren van het zwembad. Van 8 tot 9 uur 's avonds. En dan schouw, het vernieuwde zwembad. Wow! Oelalalalalalala. En het balkon van het spa met groene parasolletjes en die betegeling licht beige, lekker fris. En deze bankjes ga ik straks wel eens op liggen. En de zon schijnt ideaal. Fantastisch. Wel jongens, jullie kunnen nu al raden wat ik ervan vind. Al wel goedgekeurd. Fantastisch. En ik ga er nu gelijk gebruik van maken. Kom aan jongens, we gaan zwemmen. Er is hier niemand te zien. Ik heb het zwembad voor mij helemaal alleen. Dus ik moet wel een beetje voortmaken voordat een paar gasten terugkomen van het park. Zo, laten we er gelijk van genieten. Dus ik heb eigenlijk alles bij. Een zwembroek en een paar handdoeken. So, let's go. Ik heb mijn weg hier nog altijd op mijn duimpje. En hier zijn we dan bij de entree. Oké, dit is ook nieuw. Meestal staat de deur hier. Die deur is weg. En nu is het een schuifdeur. Oké, goed. Wow. Nou, ik moet zeggen, wauw. Wat een aanpassing. Oh, je kunt gewoon zo naar buiten. Oh my god. Oh my god. Moet je zien. Ongelooflijk mooi aangepast. Hier is het ook heel mooi aangepast. Hier het bubbelbad.
Vorige keer was er hier geen bubbelbad, nu wel. Geweldig. En volgens mij is dit hier een stoombad. Ja. En natuurlijk wel in het Duits, maar nee, het is een stoombad. Ja, ja. Ziezo, alles steekt in de kast. 1 euro insteken. Voilà, deurtje toe. Voilà. Kastje nummer 3. Natuurlijk omdat het goed weer is en de zon schijnt heel goed, goede temperatuur, ga ik natuurlijk in de zon liggen. En hier lig ik dan. Ik heb mijn plaatje gevonden. En ziezo, hier liggen we dan. Zalig. Alles goed aangepast, hè? De binnen- en de buitenkant van het zwembad. Goede verbouwing, goede investering. Dan krijg je van mij een 10 op 10. Maar ik ben wel nog één ding vergeten. Ook al heb ik zonnecrème bij, maar ik ben nog niet ingesmeerd. Ik heb die al zo lang in mijn auto laten liggen. Meer dan een jaar lang. Tegenover de vorige zomerperiode. Ga ik nu even gebruik van maken, jongens. Dus even onderbreken. Tot ze biedt. Ik heb gereserveerd voor deze avond bij het buffetrestaurant om 6 uur, restaurant Bambo. Maar ik dacht voor het eten en na het eten een goed cocktailtje. Bij Lee River Bar en bij de Dragon Bar. Maar ik hoop echt deze keer dat er wat plaats is, want tegenover de vorige keer, amai, stampvol. Sowieso. Ja, ik had er natuurlijk helaas niet kunnen van vloggen, hè. Maar ik hoop deze keer in deze vlog van wel. Oh ja, zalig. Nee, dit is eigenlijk veel beter eigenlijk tegenover het vorige. En ik hoor weer geslurp, maar wel iets minder. Oh nee, toch niet. Potjandori. Ik had echt niet gedacht dat ik hier nog terug zou vloggen. Weet je wat? Laten we eens kijken hier naar binnen. Vanuit het zwembad. Dat is eigenlijk wel iets heel anders. Tegenover als je van buiten naar binnen gaat, heb je zo van die rubberen plastic latjes. Al ja, hoe je het ook noemt. Maar dit is eigenlijk een elektrische schuifdeur. Dat we eens even naar binnen gaan. Ik hoop dat het open gaat. Zo, zo. Automatisch. Het gaat automatisch dicht. Papa. Zo, zo. Ja, ja. Zelfs de schone lusters. Dat is ook heel mooi. Ja, ja, ik vind het veel beter. Heel mooi. Weet je, ik mis dat vorige, het originele, eigenlijk niet.
Dit is veel beter. En laten we maar gezellig weer terug naar buiten gaan. En automatische deurtjes gaan weer terug open. Oh, wow. Oh my, wat een gesleurd. Toch zalig dat ik een zwembad voor mij alleen heb. Dat is pas vakantie. En nu ga ik weer terug zonnen. Fantastisch. Oh boy. Ik denk dat ik mezelf terug ga insmeren, want ik denk, oh. Ja, tot straks jongens, ik ga even wat insmeren. Dat was een heel goed zwembad en na het zwembad was ik naar een sauna geweest van 10 minuten lang. Amai, mijn lichaam was helemaal los, mijn geest, mijn spieren waren helemaal los. Dat doet deugd, zalig. Ik heb mijn sleutelkaart van het zwembad afgegeven en nu heb ik de sleutelkaart van mijn kamer. Nu gaan we ineens gelijk naar de tweede etage. Weer naar de tweede etage, net zoals de vorige keer. Oké, knopje naar boven en wacht op welke lift dat gaat worden. Ah, de rechtere. Zo zo. Tweede etage. En de derde etage, hoi. Dat is voor de suites. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat die suites eigenlijk daarboven eruit zien. Mooi wel. Via de website kun je dat niet reserveren. Ik denk dat je dat persoonlijk via telefoon moet doen ofzo. Niet dat ik weet. Oké. En hier ben ik dan, zoals de vorige keer, op de tweede etage. Mijn vorige kamernummer dat was 252 en nu heb ik 205. Dus ik moet niet door die hele gang doorwandelen. Dus dat is goed. Dat is heel goed. Amai, heel de tijd aan het doorstappen. Mooi hoor. Heel dat stuk door die gang, dat leidt natuurlijk naar het restaurant. Kamer 205. Oh, ik ben er al. Nou, dat was snel. Oké, ik heb het hier ergens in mijn broekzak. Oké, voilà. Zo. Entree. Voilà, c'est. Kamer 205. Ziezo. En deze kamer is een déjà vu. Ik noem het een déjà vu, omdat het juist hetzelfde is. Oh my god. Het is niet waar. Ik heb hier eens uitzicht, of wat? Oh, oké. Okay. Dus dit is mijn uitzicht. Nou, dat is de eerste keer dat ik eigenlijk uitzicht heb op de achtertuin. Fantastisch, geweldig. Zo, dit is kamer 205. Ik hoef helemaal geen rondleiding te geven tegenover de vorige, want die lijken allemaal juist hetzelfde. En wat ik nu ga doen, naar de bar, Lee River Bar, naar een goede cocktail drinken, want ik barst van een dorst. En vanavond lekker goed eten. Zo, let's go! Thank you.
Zo, en hier heb ik dan een goede zitplaatsje hier bij de Lee River Bar. Ik was van straks even naar de receptie gegaan, want die informeren om laat de Dragon Bar open gaat. Geslossen. Gesloten. Wat een teleurstelling. Ik had zo gehoopt op deze late avond. Pardon? Alles oké. Nee, echt heel vriendelijk personeel, maar ze komen personeel tekort voor de Dragon Bar. Ik had echt gehoopt op een schoon uitzicht op het nieuwe zwembad. Dat wel. Maar ja, ik hou natuurlijk niet van klagen. Ik bekijk het altijd zo van de positieve kant. Ook al is mijn mojito mijn troost. Voor wat drink ik nu eigenlijk uit dat rietje eigenlijk? Heb ik toch niet echt nodig? Ah, wel, weet je wat? Ik was vandaag zo wat bezig, allez, met mijn vlog en ook met mijn Instagram. Dus als jullie willen, jullie kunnen ook gewoon gelijk naar mijn Instagram gaan en jullie kunnen mij ook gelijk volgen. Ik heb er al een paar op mijn Instagram laten zitten. Er zijn er al heel goede bij. Zeker eentje van een zwembad. Goed hoor. De luxe. Ja. Zo. Wel trusten. En tot de morgen, amigos. Slap wel. Nee, verkeerd. Nee. Het is aan de andere kant. Onder de juur. Ja. Een hele goeie morgen. Dag 2 begint. En je weet wat dat betekent. Inderdaad. Ik heb me van de straks heel goed lekker verwend bij het ontbijtbuffet in restaurant Bambo. Amai, het eten blijft origineel. Oh ja, en mijn hotelkamer bevindt zich daar achter die takken daar. Voor het eerst dat ik hier zicht heb op de achtertuin en wegens met die takken heb ik niet veel zicht. Amai. Maar ja, je kunt een hotelkamer natuurlijk niet zelf kiezen, hè. Dat spreekt allemaal vanzelf van het bestuur. Maar maakt niet uit, joh. Ik geniet er nog altijd. Rustig op gemakje in de achtertuin naar de ingang, het privé-ingang voor de gasten. Maar rustig op gemakje gewoon genieten door de tuin naar het park. Oh, ik geniet er zo van, jongens. Ik geniet ervan. Zalige achtertuin, jong. Amai. Straks ga ik het weer missen. Mooi, ja. Maar nee, ik ben nog altijd ontzettend blij voor mijn derde overnachting. Dat wel. Een toppie. En nu het park binnen. Lap, en ik kan nog aanschuiven, nog ook. Ja, ik ben erdoor. Het ticket is geldig. Al goed. Allee, het is juist 10 uur en de bezoekers zijn al binnen. Thank you.
steile bochten. Ik krijg het al in mijn nek. Maar ik heb de Colorado Adventure gedaan. En daarom. En nu ga ik een pilsje pakken. Want ik heb het hier nog niet meegemaakt. Zie je dat ze hier hebben, hè? Alcoholvrij. Alcoholvrij. Goed kwaliteit. Echt een Duits bier. Voor de eerste keer dat ik die drink. In het themagebied van Kloegheim. Goed hoor. Scholkes. Ik zou ook gezellig in de schouder onder de takken van de bomen. Oh nee, ik heb het wel even aan mijn nek gekregen van Taron. Maar het is nog altijd een hele zalige achtbaan. Hè. Twee keer met volle kracht vooruit. Topsnelheid. Jullie wel een beetje genieten van mijn vlog. Ik zit ondertussen al zo'n 15 minuten op het terrasje. Gezellig terrasje op de achtergrond van Malfour Chocolate. Ik heb ondertussen ook al wel gezellige, hele mooie selfies gemaakt voor mijn Instagram. Je kunt gewoon abonneren en je kunt gelijk volgen op mijn Instagram. Ik heb een tweedaags vlog en Instagram bezig gehouden. Ik sta geen minuut stil en ik heb die 1 minuut verveeld. En dat hoort erbij. Een toppie 2 dagen van donderdag tot vrijdag. Die drukte eigenlijk in de week van donderdag tot vrijdag valt goed mee. Ja, het trekt wel veel volk. Ja, maar goed. Straks terug naar het hotel en als een afsluiting nog een goede, gezellige, goede, lekkere cocktail. Ik dacht aan een mojito. Tot dan. Ook al moet ik met een auto terug naar Antwerpen, maar na de mojito gewoon nog een cappuccino voor ik vertrek. Ik hou er rekening mee, geen zorgen, ik hou wel leer. Ik ben voorzichtig op de baan. Dus... Zo, mannetjes, de dag zit erop. Allee, de twee dagen zit erop van mijn verblijf. Ik ben terug in het hotel, terug bij de bar, terug dezelfde stoel van de vorige keer, van gisteravond. De stoel is groen, mijn polo is groen en de kleur van mijn cocktail is ook groen. Terug de mojito. Twee mojito's in twee dagen. En het is weer zoet. Misschien moet ik er eens wat meer in persen, in dat sap. Amai, en ik ben aan het toe aan het scheren. Maar goed, ik ga zo stil aan afsluiten. Ik moet dit hotel alweer missen. Ook al is het hier veel te goed, ik wil hier gewoon niet weg. Maar ik moet weg. Dat is wat. Maar goed. Maar zeker vast tot de volgende keer. Hou je goed. Vond je het een heel goed filmpje? Duimpje omhoog, like het, abonneer. Zeker tot de volgende keer. Dus hou jullie goed. Wees goed voor elkaar. Wees voor jezelf. Voorzichtig op de baan, dan ga ik hetzelfde nog doen. En ik beloof hierachter nog een cappuccino.